De hele aarde op de Werelderfgoedlijst. Bepaalde plekken op onze aarde worden gezien als uniek en onvervangbaar. Bijzondere natuurgebieden en iconische gebouwen staan op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is van groot belang om er goed voor te zorgen. Maar is de hele aarde niet net zo goed uniek en onvervangbaar? Het antwoord daarop kan eigenlijk alleen maar ja zijn. De hele aarde op de Werelderfgoedlijst. Dat klinkt misschien als een gek idee, maar dat is precies wat we willen. Op dit moment is de aarde handelswaar. We kopen en verkopen grond om erop te bouwen en verbouwen. Mensen voelen zich alleen verantwoordelijk voor hun eigen stukje grond en willen daar zoveel mogelijk winst uithalen. Dat levert een enorme druk op voor onze economie en voor de aarde. Hoe mooi zou het zijn als er niet meer gehandeld kan worden in grond en we er met z'n allen voor gaan zorgen? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dat kan als grond geen eigendom meer is. Wij gingen op ontdekkingstocht. Wie zijn wij? Wij zijn het veerhuis in Varek, een doel- en kennishuis voor een nieuwe economie. We kochten vijf jaar geleden het veerhuis inclusief een stuk grond. We gaan nu de grond vrijkopen door de lening hiervan af te lossen. We willen zo de grond uit de handel halen en teruggeven aan de aarde. Zo verlichten we de economie en de natuur. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? De vrijgekochte grond gaat naar een speciaal daarvoor opgerichte stichting die als doel heeft het nooit meer te verkopen. De stichting wordt omringd door een gemeenschap die met liefdevolle aandacht toeziet dat de grond niet opnieuw handelswaar wordt. Dat betekent dat we samen afspraken maken over het gebruik van de aarde, dat we zorgen voor de biodiversiteit van bodemleven tot en met de weide vogels in het land. Samenzorgen betekent in economische zin nieuwe wegen ontdekken. En doordat we geen rente meer hoeven te betalen over onze lening die rust op de grond, maken we minder kosten. Die besparing rekenen we door aan onze bezoekers. Zo zal een kopje koffie 50 cent goedkoper worden. En we zorgen voor ons stukje aarde. Laten we niet wachten op overheid en bedrijven. We beginnen gewoon met de grond van het veerhuis. We kopen de grond vrij en nomineren de aarde voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Doe mee aan onze crowdfundingcampagne. We zeggen liever crowdfundingcampagne. Dat vinden we een stuk beter klinken. Want hoe leuk is het om de aarde vrij te maken? Hoe werkt dit? A. Je koopt voor 82 euro per vierkante meter grond en wordt ambassadeur van de aarde. B. De grond gaat naar de stichting Grond van Bestaan om het uit de handel te halen. C. De stichting zorgt samen met jou als ambassadeur voor de aarde. Ga naar veerhuis.nl slash aarde en teken in voor één of meer vierkante meters. En zet mede de stap voor de aarde op de werelderfgoedlijst.